De 28-jarige Limburgse Louisa stapt voor het eerst weer achter het stuur nadat haar eerste rijlesavontuur was mislukt. Ik kan hier aan niet doen. Het is warm. De Limburgse Louisa, die vroeger als Louieke door het leven ging, heeft na een mislukt rijlesavontuur besloten toch de stap weer te gaan wagen. Ze wil het roze papiertje zo snel mogelijk halen, maar lijkt de rijles niet heel erg serieus te nemen. Zit de airbag in? Er zit airbag in. En anders heb ik ze wel. Ik ga vandaag weer beginnen met rijlessen. Dus voor mij 2 jaar geleden. En nu ga ik weer eens proberen om het te doen. Ja, maar Louisa, je hebt al een keer gereden. Ja. Hoe gisteren, hoe is dat gegaan? Nou, het ging wel. Maar wij werd overspannen van me. Lig hier geen zakdoekjes, want ik kreeg van het weer kreeg ik de hele tijd snotneus. Kijk hoor. Of een doekje van de raam. Nou, kijk. Super. Allemaal thuis. Alsjeblieft. Ik heb al 1,5 week niet geslapen. Ik ben helemaal wakker. Ik zit op de Red Bull. En ja, dus ik heb eigenlijk niet geslapen. En ook niet gegeten. Zit alles nog goed? Ja, zit het goed? Ja hoor. Je mag het stuur overnemen en helemaal rechts zit het gaspedaal. Je linkervoet die mag je even op het plateau zetten waar het voor bedoeld is. Voor mijn voet opzetten of gewoon... Helemaal links. Ja, heb ik dat. Nee, is het niet helemaal links. Je hebt daar een zwarte schuine kant waar je voet op kan laten rusten. Oh, dat ding. Die ja. Hoe zou jij het noemen dan? Ik ben blond. Louisa heeft 2 jaar geleden haar laatste rijles gehad en vandaag probeert ze het opnieuw. Weer een beetje naar links sturen, zodat we die vrouwtje niet aanraken. Goed, ik wil zo meteen even een beetje kijken hoe je het met de koppeling doet. Dus dan gaan we het even rustig weer een beetje opbouwen. Yes? Ja. Goed. Dan mag je de koppeling indrukken, dan start de auto ook vanzelf weer. De meest link, het meest linkse pedaal. Ja, dat is het. De middelste taal? Nee, het linkse pedaal. Waar is dit pedaal dan? Aan de linkerkant. Dus het meest linkse pedaal wat je doet. Maar jij hebt het toch al ingedouwd? Nee. Deze. Hij legde me dus uit dat de koppeling in het links zit, volgens mij. En de rem in het midden en het gas aan rechts. Heb ik het goed? Op de motor heb je een plaat zitten. Als de motor start, dan gaat die plaat ronddraaien. En door hem aan te sluiten op de plaat van de wielen, Hoeft me allemaal niet uit te leggen. Nee? Zit mij dat nou zo'n motor? Nou, je wilt niet vragen net of je... Ja, en jij zegt, wat zijn toeren? Ja, nou, als je dat helemaal gaat uitleggen, dan hoeft dat niet hoor. Dat ding is dus voor om te laten zien dat ik moet schakelen. Wat ik dan niet begreep was met die toeren, dat gebeuren, dat begreep ik niet zo, dat ik te vertellen over motor en weet ik veel. Dat hoeft voor mij allemaal niet, als ik maar kan rijden. Ben jij nou niks aan het doen? Nee, je bent alles zelf aan. Echt? Ja. Als je de koppeling, als je daarmee klaar bent, dan mag je hem gewoon ernaast zetten. Ja, of niet? Heb ik dan? Nee, je hebt hem nu op staan. Maar als je klaar bent met de koppeling, dan zet je je voet gewoon naast het plateau. Oh, dat kan ik niet. Nee, wel, dat kan je wel. Waarom is hij met zijn geld in zwaaien? Louisa heeft inmiddels alweer spijt van haar rijles. Jawel, ik krijg een droge bek. De meeste fouten is eigenlijk dat ik te veel in de spiegel kijk, maar niet voor het verkeer, maar voor mezelf. Zit mijn haar wel goed? Zit mijn make-up wel goed? Ach, wat een teringstop ligt. Kom maar, hij stond al erg. Juist. Wat een kankerding. Oh. Kom maar. Het is warm. Zodra wij stilstaan bij de verkeerslichten, spuugt ze ineens haar kauwgom uit.
ja, ik was er wel een beetje verbaasd over. Er zit geen smaak aan. Kom, ga rijden. Zo meteen. Rustig. We hadden ook dat zij haar lipgloss even nieuw moest doen, omdat haar bek anders droog werd. Ik denk dat we zo weer mogen gaan rijden. Waar is die stoplicht dan? Oh, ja. Er zijn er twee. Ja, ga je gaan. Ja, we kunnen weer.